Had jij ooit verwacht toen jij toen dit idee in je opkwam dat het zo groot zou worden, Blendl? Ja, ik ben heel naïef, dus ik dacht dat het me heel snel ging lukken. Dus ik heb 4 jaar geleden al gezegd van ja, een halfjaartje en dan is het er. Dus die naïviteit die is heel erg slecht eigenlijk, want daardoor heb ik dus veel te veel tijd gestoken in iets wat in het begin helemaal niet werkte. Maar het heeft ook alweer voor gezorgd dat het nu is wat het nu is. Dat is wel heel erg gaaf. In het begin geloofde ik er niet in, weet je. En Marten, mijn medeoprichter, die heeft het idee verzonnen en die is helemaal erin opgegaan en heeft het uiteindelijk gewoon gemaakt. En het was pas het moment dat het niet meer een idee was, maar dat hij daadwerkelijk iets had om te laten zien, dat ik me realiseerde dat ik het ook gebruikte. En dat was zo'n magisch moment van, want ik zat opeens stukken te lezen uit kranten die ik nooit las, terwijl ik daar ook nog voor betaalde. En toen dacht ik, wow, hier is wel wat aan de hand. Gebruik jij Blendl zelf? Ik gebruik het, maar ik kijk mee hoe het gaat. We zaten nu in die beta-fase de laatste weken. Ik vind het leuk om te kijken wat mensen doen. Ik ben niet geïnteresseerd in wat iedereen mij adviseert wat ik moet lezen. Dus ik scroll er een beetje doorheen. Ik geloof niet dat ik al een artikel heb gekocht. Maar tot mijn verbazing zag ik wel dat ik heel veel mensen al volg. Maar ik heb nooit een knop ingedrukt om iemand te volgen. Dus dat gaat ook automatisch. En ik heb ook meer dan 10.000 mensen die mij dan zouden volgen. Maar ik denk, hoe kan dat dan? Ik zit helemaal niet op Facebook. Hoe kan dat? Nee, ik snap er eigenlijk helemaal niets van. Maar dat is wel het geheim van clubbing. Het is natuurlijk een soort doos van Pandora die hier geopend wordt. Wat zijn jouw verwachtingen voor de toekomst? Om te beginnen hoop ik dat we een keer de salaris van al onze programmeurs mee kunnen betalen. Want tot nu toe moeten Alexander en ik zelf de salaris betalen. Dat gaat niet heel lang goed.